Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin Schippers en vandaag gaan wij naar het Rampzalig Contest in Casterlee. Het heeft geregend vandaag. Het is nog steeds een beetje aan het regenen en in Casterlee ook. Dus we gaan nu vertrekken. Het is 20 voor 10. Ik hoop dat het doorgaat. Het is niet zeker. Ik moet daar met Jasper Jansen een initiatie geven om 11 uur. Daarna hebben we een beetje een demo / freeride. En daarna gaan wij jury zijn voor het Step Contest van Rampzalig in Casterlee. Dus doe alvast het blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Hier beneden als je zin hebt in deze video. En nogmaals bedankt voor alle support. Ik ga nu naar Jasper rijden. We hebben afgesproken bij de McDonald's in Mol. En daarna rijden we natuurlijk door naar Casterlee. Alleen ik ben extreem benieuwd of het door kan gaan. En of het droog genoeg gaat zijn over een uurtje, anderhalf. Playmobilbeurs. Hoor, hier is schijnbaar een Playmobilbeurs. Het is kapot druk hier, hè. Hier is nooit iemand normaal. Ik ga er binnenkort toe. Oh, dat gaat niet passen. Kijk die stuur, broer. Dat gaat niet, broer. Dat gaat gewoon. Kijk, hè. Dat gaat, zegt hij. Zij het ook, broer. Harder duwen, jongen. Nee, jongen. Kijk. Zo, broer. Oh. Ho, foutje. Tjuk, tjuk. Mijn tas. Ja, achterin. Oeh. Holy, heel die auto's kapot. Kijk daar. Wat gebeurt hier, broer? Kijk, die rijdt daar gewoon vol over die dingen daar. Wat een flip. Ah, het moet er wel nu gaan, man. Anders gaan we te laat. Komt de Jurgen ook trouwens? Het. Eet jij? Ik weet niet of die komt, ja. Allright, dus we gaan nu eens vertrekken weer. We zijn bij de McDonald's gestopt, zoals net gezegd. En ja, dadelijk initiatie knallen. En ik denk dat dan misschien wel redelijk droog is. Of ja, een uurtje drogen. Met misschien wat aftrekkers of zo erbij. We zijn er aangekomen. Het is daar achter ergens. Met een stukje lopen. We hebben hier mijn rommel achterbak. Padelplaatje. We gaan nu eventjes spullen pakken. Dan gaan we initiatie knallen, anderhalf uurtje. En hopelijk, op zich, ik denk de vloer te zien. Maar misschien een uurtje met de zon erop dat wel oké zou zijn. Nou, we gaan het meemaken, joh. Hey Jasper, ga je winnen vandaag? Ik ga winnen. We gaan het meemaken, joh. Let's get it. Hey meneer, ga ik. Nee, dat denk ik niet. What the fuck, waarom? Geen geloof. Ik weet dat niet. Geen geloof. Ik weet dat niet. Dat aan mij lag, mocht jij winnen. Ja? Ja, van mij wel. Ik denk het wel. Hoe, jij denkt het? Je bent niet zeker. Je moet zeker zijn, hè? Dat je zeker bent, dan win je, hè? Ik ben wel confident. Nee, de morgen was met slecht weer. Ja, niet normaal, ja. Nee, amai. Wilt jij ook meedoen aan de wedstrijd, meneer? Ik niet, Allee. Ik moet parkingwachter spelen. Echt? Ja. Zijn of spelen? Zijn. En doe jij steppen? Ja, stunt steppen. Ja, of met een bocht zo. Nee. Ze zijn gearriveerd, hier is ook gewoon letterlijk een heel springkasteel. Echt wat flip, heel nice. Hier podium, het skatepark is serieus al bijna droog. Laat me snel checken, we moeten bijna beginnen. Check dit, besef, het is een half uur tot een uur geleden hier gewoon nog geregend. Heel nice. Oké, ze gaan nu eventjes aanmelden. Dan gaan we eventjes initiatieles knallen. We kunnen niet te veel filmen beginnen, maar we gaan dadelijk wel even een stukje laten filmen. Ja. Je gaat gewoon opdrogen mensen, we gaan gewoon kunnen rijden vandaag. Ja, besef dit. Dat is echt crazy, bro. Hey mensen, we zijn even bezig met initiatielessen, ja, zoals jullie zien. Nog een half uurtje en dan gaan we gewoon een lekker sessie gooien, opwarmen voor de wedstrijd. Ik denk dat er wel veel mensen mee gaan doen. Kijk, dit zijn nu allemaal de mensen die les aan het volgen zijn. Het gaat helemaal goed, het park is helemaal droog. Nu ga ik even jullie meenemen in een stukje van de les. Oké, dus wat we gaan doen nu, is we gaan die box daar springen. Niet helemaal, maar we gaan er gewoon opspringen, goed? En dan gaan we kijken als dat goed gaat, dat we ook tricks kunnen. Goed, dus nu mag je echt je eigen trick. Zorg dat je weer in het begin die snelheid maakt en dan onderaan mag je weer bijduwen. Goed? Dan komt het helemaal goed. Oké, dus wat we nu gaan doen, is we gaan hier omlaag duwen, onderaan weer bijduwen. En dan gaan we kijken hoe het gaat met tricks. Goed? Goeie keer. Denk, Karel. Jorik, wil je zeggen tegen de vlog? Hallo. Bigmans. Bigman is back in de skate business, of niet? Sowieso. Lekker man, bro. Ja, yes. Netjes, mooi. Oh, rustig aan. Je hebt genoeg snelheid. Ga naar voren, Oh. Kom op Jens, ga erover. Hallo. Je had voeten bij, hè. Oh, joh. Dat is vreemd, bro. Ja. Ga naar voren. Juist. Nice. We gaan nu de air-sessie aan het leggen. Nice. Pompen. En bochten. Lekker man. En springen. Ja. Dus okay. Sowieso shout-out naar de hulpdiensten die paraat staan. Voor onze lijpe community van skateboarden en stuntsteppen. Deze man denkt altijd aan Jim. Nice.
Hi jongens, ik hoop dat jullie mij een beetje zien. We hebben net initiaties gedaan. Ging echt super goed, anderhalf uurtje. Echt geoefend op allerlei dingen. Dit was wel meer gevorderde groep. Dus we hebben ook echt gewoon meteen tricks gedaan op de ramps. Als je nu echt beginner bent, ja, dan is het altijd iets makkelijker. En dan beginnen we op de grond met de basis. Maar goed, super goed gegaan. Nu is dadelijk step contest, skate contest en allerlei andere dingen. Daar ben ik jury. Samen met Jasper bij de beginners. En ik ben alleen jury bij de gevorderden. Want Jasper doet mee, die wou ik graag meedoen. Dus ja, jullie gaan de rest van de dag zien. Tot nu toe echt wel een leuke video. Dus ik hoop dat jullie er ook van genieten. Laat dan zeker weten even dat blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op ons kanaal als je het niet gedaan hebt. We hebben bijna de 3.000 subscribers. Echt waar, we zitten er maar 50 of 40 vanaf. Dus ja man, let's get it. Wordt een leuke dag. En hopelijk nog vette content dadelijk. Maar dat komt wel goed. Logisch. Ja. Wat is dat nou? Ze kan er niet enthousiast. Ik heb pijn joh. Pijn? Ja. Wow. Aan mijn kont. Hey, hoe kan dat? Ik ben net gevallen met een 60 over die box. Waarom doe je dat? Ja, ik dacht dat gaat niet zo moeilijk zijn. Maar ik landde zo een beetje te ver en scheef en zo. Ja joh. Ja. Dat wil je. Ja joh. Het gaat me niet meer veel voorstellen vrees ik. Maar ja, we kunnen proberen. Wat is dat nou voor mindset bro? Ja. Ja, wat moet never ik met... Never give up man. Ja. Oké, ik ga ook nog steeds iets doen hè man. Ja jong, frontieke. Ik weet het niet hoor. Dat zal wel goud zijn joh. Bijna spelen Jasper. Ik zei dit is kleine spelen Jasper. Oh shit. En... Ja, dat je dat net te filmen. Net gewoon, ik draai me om. Kijk, dit is kleine spelen Jasper. Ja, wow. Kijk, ik heb bewijs dat ik geen kleine speler ben. Oké. Oh, jij wil rugpijn hebben, denk ik, of niet? Sorry voor de muziek aan de achtergrond, jongens. Hey! Triple heb ik. Net geland, hè? Hey! Hoi! Broer! Wat dit? Ik heb het gezien, hè? Ja, broer, let's go, man. Hoezo kan je dat niet? Mensen, niemand beseft deze, hè? Voor Jasper, dit is echt crazy, hoor. Dit heeft lang geduurd voor mij, Kevin, weet ik. Ja, ik weet het. Hey, trouwens, Jasper. Wacht. Oh, let me check. We gaan even iets afspreken. Dit is heel goed voor de mensen ook. Andrea en ik hadden een idee. Voor de mensen die nu kijken, zaterdag 25 mei, Lommel Skatepark met alle OG's. Jawel. Robbe, Yashi ook vragen. We gaan allemaal komen. Andrea komt, ik kom. Jasper komt als die kan. Iedereen gewoon, alle OG's. En als je wilt komen, mag altijd. We gaan daar een evenement van maken. Facebook en Instagram. Ja. Maar ik neem wat prijsjes mee en zo van die onzin, wat stickers. En we gaan gewoon een leuke dag hebben. Ja, dat moeten we wel doen. Even dat moeten we wel doen. Dat moeten we wel doen. Met even jury gespeeld, gedaan. Was wel goed gegaan eigenlijk. Het zijn muziek, man. Het is zijn kindertijd, of niet? Back. Hallo, man. Het is meubelen. Ik ga van die terapia. Nee, joh, niet doen. Jan, nee, joh. Je gaat blijven hangen. Nee, joh, kijk uit. Die was kapot goed, man. Die was echt goed, joh. Die was echt... Oh, dit is echt heel goed, hè. Hij heeft al geopend. Right, we gaan zo weer beginnen, jongens. Iets te zeggen tegen de kijkers. Laserboekjes. Oh, laserboekjes. Laserboekjes. Deze man is andere level. Ander. Let's go. Ik weet niet of iets hoort, maar een beetje harder geluid. Helm op voor de veiligheid. Helm op. Begin die helm op te halen. Fuck. Hij mag mijn helm op. Oké, ja. Het gaat zo klaar met dit. Het is altijd goed. Hey. Laatste 10 seconden van uw eerste run, let's go! Ik ben geluid voor Jannik! Ja! Kom op! 3, 2, 1, yeah. Applausje voor Jannik alsjeblieft! Oké, okay, de volgende! Oliver Sielot! 3, 2, 1, let's go Oliver! We zijn met een Ollie in de gap, in een gekke piemel op de rail mensen, heerlijk! Oliver! Hey. De laatste trick, kom op! Kom op! Kom op jongen! Laat ze zien. Hallo. Hey. Lekker gedaan, Oliver. Hoe lang is die oud? Dat weet ik niet, hoor. Ik denk wel langer dan 3 maanden, joh. Deze man is er wekelijks garanties gevallen door. Voelde je het al toen je aan het rijden was? Ja, ik voelde dat dan naar achter stond. Ja. Ik dacht, dat klopt niet. Toen keek ik naar mijn dek. Ik dacht, oh, snaps. Ik dacht, oké, ik ga chill. Toen reed ik even, maar het ging totaal niet. Toen heb ik die gewoon gesnapt, mensen. Ja. Oké, jullie gaan nu die clip zien van Renzo, die dus een dek snapt. Ja, inderdaad. 8 op de 5.
Dat is oh! Dat is bijna. Ja, ja, kom op, je hebt nog 30 seconden de tijd. En ze laat niet mee! Oh! Jammer gedaan. Wat kan je met haar oplossen? Oh, je gaat dood. En ik ben de video aan het editen, hij is bijna klaar. Maar wacht nog heel eventjes. De winnaar of degene die onze wielen of de spullen mag gaan testen, ga ik volgende week bekendmaken in een gloednieuwe aparte video, waarin ik speciaal even onze wielen onthul en degene die deze mogen gaan testen. Dus doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden. En dan check ik jou in de volgende video weer. Oh, doe weer. Check ik jou in de volgende video weer. Laters.